Ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren, jongens. Weet je nog, vorig jaar bij tante Francine? Natuurlijk lang. Vind ik wel dat je dat dan weet. We hadden flink wat speciaal bieren bij jou naar binnen gegaan. Was je net toen in de slaap gevallen trouwens, met je gezicht op Australië. Oh, ja. Dat konden wij niet verder spelen. Ja, jongens, lach maar, want ik ga jullie gewoon allemaal inmaken. Ah. Dat is natuurlijk. Force with artillery and with infantry. This is a huge military effort. In het oosten van Nederland van de Russische troepen de Rijn oversteken. Het leger probeert de brug onschadelijk te maken, maar het is wachten op ondersteuning van de Amerikaanse luchtmacht. Iets wat helaas dagen op zich kan laten wachten. Ondertussen heeft ze een groot offensief begonnen. Kutrussen hebben het netwerk platgelegd. Kalm blijven, ja. Stess gaat ons nu niet helpen. We moeten een manier vinden om onze familie te bereiken. Kalm blijven? Die communisten die staan hier zo voor de deur. Ze gaan alle spullen vernieuwen. Ik heb net een nieuwe auto. Wat wil je gaan doen, Joost? Vertel. We zijn toch geen soldaten? We maken toch geen schijn van kans met ons drieën? Gewoon kalm blijven. Nee, we moeten gewoon iets doen. Ik bedoel, ze komen hier, ze zeggen dat we alles fout doen. Ze gaan zo ons land overnemen. Misschien... Ja, misschien wat? Misschien is dit nog niet eens zo'n grote ramp. Maak je nou een grapje, Maria? Het zijn de communisten. Ze hebben Duitsland binnen een week overgenomen. Joost, luister nou eens. Ik heb het idee dat het communisme... misschien zo slecht nog niet is. Iedereen verdient hetzelfde, krijgt hetzelfde. Je hebt geen verschil meer tussen rijke lui en zwervers. Meen je dit nou? Je bent het eens met de communisten. Ze hebben goede punten. Wacht, meen je dit nou? Ze hebben gevangeniskampen, gulags, geen vrijheid van meningsuiting. Oh nee, en hier is het allemaal geweldig. Werkloosheid is hoog, dakloosheid ook, alles is duur en sommigen hebben alleen al 3 banen nodig om überhaupt rond te komen. Jongens, laten we nou... Nee, wacht. Wij schenden tenminste geen mensenrechten in die gevangeniskampen. Oh nee. Heb je naar Amerika gekeken? Guantanamo Bay? De oorlogsmisdaden in Vietnam? De Balkan, het Midden-Oosten? Kijk nou eens verder dan je neus en realiseer je dat de kapitalisten ook geen schatjes zijn. Kut, ik moet Ma nog bellen. Ben je met die oude troep aan het doen? Bellen werkt toch niet, man? Ze hebben er straks nog het netwerk eruit gegooid, weet je nog? Deze radio werkt nog op andere frequenties. Misschien vinden we nog iets. Ik kan het gewoon echt niet geloven. Hoe kan je het eens zijn met die idioten? Ze geven helemaal niets om hun volk. Meen je dit nou? Kapitalisten zijn net zo erg. Zo niet erger. Als jij een zwerver op straat ziet zitten, geef je hem dan genoeg zodat hij kan eten? Nee. Je kijkt hem minachtend aan en loopt door. Bij het communisme krijgt hij in ieder geval genoeg zodat hij veilig kan eten en slapen. Jongens, kalm aan. Dit helpt toch niemand? We moeten gewoon rustig blijven en... nadenken voordat we iets zeggen. Vitelegora da Arnema,
Это Советский Союз. Мы окружили город и требуем вашей немедленной сдачи. Nou, Maria, wat zegt hij? Hou eens je bek, man. Oh, je weet het niet. Maakt niet uit hoor, binnenkort krijgen we allemaal spoedcursus Russisch. Dit is een aankondiging van de gemeente Arnhem. Bewoners, blijf alsjeblieft binnen en ga niet tegen de soldaten in. Blijf veilig. Dit is sowieso beïnvloed door de Russen. Ze hebben iedereen in hun handje. En hoe is dat erg? Ze zeggen dus dat als we ons niet verzetten, dat we niks te vrezen hebben. Ze komen hier niet om ons allemaal af te slachten. Oh, nou, jij kan het blijkbaar weten. Dit is dus die vrijheid van meningsuiting waar je zo van houdt? Als mensen het met je eens zijn, dan is het goed. Maar ho, als we andere ideeën hebben, dan zijn we mensenhaters en dom en verschrikkelijk. Maria. En... Hij is gewoon bang. Doe nou alsjeblieft allebei even normaal. We zijn nog steeds dezelfde mensen die we al jaren kennen. Oh, nou, blijkbaar niet, hè. Want Maria is een vieze communist. Die staat zo meteen op tafel het volkslied te zingen met een hamer en sikkel in de hand. Oh, god, wat ben je kinderachtig bezig. En hoe gaat dat zo meteen? Dan staan die Sovjet-Unie vriendjes voor de deur. Hè? Dan citeer jij even Lenin. Wij gaan naar werkkampen. Denk je nou echt... Wat kwijt je, Bistra?